Welkom bij de webinar over Loonstriet, georganiseerd door Snelstart. Mijn naam is Sergio Torres. Ik ben een van de oprichters van Loonstriet. Met Loonstriet is de doelstelling om eigenlijk financieren veel makkelijker te maken in het MKB. Waarom het MKB? Het is gewoon de grootste markt in Nederland. 99% is MKB. En de meeste kleine financieringen onder de 250.000 zijn eigenlijk van MKB'ers. En dan praat je al over 82% van de markt. Maar wat je vaak ziet is dat deze MKB'er vaak niet goed bediend wordt. Omdat het is een te kleine financiering, het wordt te bewerkelijk. En daardoor worden vaak financieringen niet gedaan of niet goed gedaan. En aan de kant van de ondernemer, samen met zijn boekhouder of accountant die hem hierbij ondersteunt, is het vaak een lang proces met een toch wel onzekere uitkomst. Dus je kan weken bezig zijn, veel tijd in stoppen en dan hoor je, nee, u krijgt de financiering niet. Nou, dat proberen wij eigenlijk met Loonstriet op te lossen. Door direct inzicht te geven in, kan je een financiering krijgen, bij wie, en dat je hem dan ook kan doorsturen. En mocht er uit het systeem komen dat een financiering niet mogelijk is, dat je dan ook kan zien waar kan dat aan liggen, waar kan ik aan werken en wat moet ik nog doen om het dan wel te realiseren. Nou, wat ik nu ga laten zien is hoe het product werkt. Je komt in Loonstriet, kom je dan gewoon loonstriet.nl in te tikken, dan kom je in Loonstriet terecht. Hier zie je de website. Je kan je voor het eerst aanmelden hier rechtsboven. En als je aangemeld bent, kan je hier inloggen. Maar je kan ook, heb je nog geen account, gewoon de aanvraag hier starten. Op de website is verschillende informatie zichtbaar over wat we doen, hoe we werken. En hieronder zie je ook dat we een AFM-ontheffing hebben. Dus we staan bij de AFM geregistreerd. We zijn ook security verified. Voor ons is veiligheid heel belangrijk. Nou, hoe start je een aanvraag? Nou, stel je hebt zeg maar iets 50.000 nodig. Je kiest het doel. Het doel bepaalt eigenlijk ook direct wie zou kunnen financieren, onder welke voorwaarden, welke documenten heb je nog nodig. Nou, stel ik kies voor werkkapitaal en groei en dan klik je in check nu. Dan moet je hier je e-mailadres invoeren, de algemene voorwaarden accepteren en je bevestigt. Vanuit deze pagina ga je dan naar Snelstart toe. We komen dus nu ook in een snelstartomgeving. Daar voer je je naam en wachtwoord in. Je logt in. En dan zie je alle administraties die onder die naam en wachtwoord geregistreerd zijn. Je kiest het bedrijf waarvoor de financiering nodig is. Je koppelt. Dan is hij bezig te checken of alles klopt. Dan komen we weer in de Loonstriet-pagina. Daar voer je dan naam, wachtwoord in, bevestigd. En dan gaan we eigenlijk alle data binnenhalen. We halen de data binnen op transactieniveau, optionaal postniveau. Op dat niveau gaan we eigenlijk uitrekenen of je financierbaar bent en waar. Dus eigenlijk rekenen we uit wat de eisen zijn van een financier. Hier kunnen eisen in zitten van de banken of crowdfunders of andere partijen. Nou, als je dan klaar bent, zie je bij welke partijen je terecht kan. Mocht hier geen partijen staan, is de rating wat lager. Dan zal je er dus meer aandacht aan moeten besteden. Kijken waar zitten de risico's en hoe kan je die verbeteren. Dus dan wordt de mens, krijgt dan een belangrijke rol om alsnog een financiering te kunnen krijgen. Nou, hier druk je verder met de aanvraag. Je kijkt even of alle informatie juist is, naam, rechtsvorm, want we proberen zoveel mogelijk al te prefillen dat wanneer het systeem denkt dat de cijfers volledig zijn, de sector, welke provincie. En dan kan je ook kiezen, zijn er meerdere rechtspersonen of niet bij betrokken. Ik kies nu even voor nee, even de simpele variant. Dan kies je op volgende. Nou, nu kan je kiezen als je hele portefeuille al hierin staat en je bent van overtuigd dat alles al goed zit, kan je kiezen voor de snelle checkout. Dan sla je een aantal stappen over. Ik ga nu even voor de normale checkout kiezen, het normale proces. Dan kom je eigenlijk als eerste kom je bij de cijfers terecht.
Even, dit is een dummy account, dus kijk niet naar de cijfers zelf. Hè. Die stellen niks voor. Maar je ziet de cijfers op jaarbasis, maar ook op maandbasis. Er is een balans, er is een cashflow. Nou, hoe halen wij deze data binnen? Het is een self-learning system, dus op journaalpostniveau halen we alle data binnen. En dan zetten we het op de juiste plek. Het kan ook zijn dat je al gebruik maakt van RGS. Dan halen we het ook middels RGS binnen. Er zit een snelstart RGS, dus dat maakt het een stuk makkelijker. En dan is ook de garantie dat de informatie gewoon op de juiste plek staat. Mocht je toch willen checken of het goed is, en dat zou ik de eerste keer zeker altijd even doen, want het systeem onthoudt ook jou voor de volgende keer. Dan ga je eigenlijk, druk je op mapping, dan kom je eigenlijk in alle grootboekrekeningen worden dan zichtbaar. Hè, en eigenlijk ons systeem kijkt naar het nummer, naam en probeert een plekje te geven, steeds op een lager niveau. Hè, dit zou je kunnen aanpassen als je denkt het is een verlies- en winstrekening. Je zou hier activa, passiva kunnen aanpassen, zoals ik al aangaf. Het gaat steeds op een lager niveau, wordt het zichtbaar. En als hier als laatste dan het laagste niveau. Nou, hier hoeven we niks aan te passen. Als het een oranje kleur heeft, dan zou het systeem kunnen twijfelen. Dus dan kan je even checken of dat goed zit. En zoals ik al aangaf, als je dit dan één keer hebt opgeslagen, onthoudt hij je ook voor de volgende keer. Ik sla dit even niet op. Nou, als je dan hier klaar bent met de cijfers, tik je op volgende. Dan kom je op de financieringslasten. Dit bedrijf heeft nog geen leningen, dus hier wordt niks zichtbaar. Maar als het bedrijf al leningen heeft, dan zie je de leningen met de aflossingen. Mocht je de lening niet zien staan, dan kan je alsnog naar de mapping om dat even aan te passen. Maar in principe, en dan kan je ook kijken of de aflossingen hierin volledig zijn weergegeven. Dan ga je naar de volgende pagina. Nu kom je eigenlijk op de pagina met alle financiers. Alles wat groen is, selecteren we direct, dat je daar dan direct ook de aanvraag naar kan toesturen. We hebben totaal zo'n 17 financiers, dat is van de banken tot partijen zoals Newten, maar ook crowdfunders zitten er ook. Er zitten ook factormaatschappijen of invoice-maatschappijen, dus allerlei vormen, financieringsvormen zijn zichtbaar en kan je voor kiezen. Nou, we hebben ook wat meer informatie op deze pagina per financier. Als je wil weten waar ongeveer wat ze doen, wat de kosten zijn, wat ongeveer de rentes kunnen zijn, dan kan je daarop klikken. Op de hoofdpagina hebben we ook meer informatie per financier. Dat zal ik zo meteen aan het einde nog even laten zien. Zoals ik aangaf, alles wat wat groen is, vinken we aan. Maar je kan het ook gewoon uitdoen. Als je zegt, ik wil het niet naar deze partij toe versturen. Ofwel, dan maak je hem aan. Als het oranje is, dan wordt wel ook aangegeven, waarom is mijn slagingskans kleiner? Nou, wat je hier ziet is eigenlijk, zijn er te weinig debiteuren. Dit bedrijf financiert specifiek op debiteuren. Dan zie je ook om wat voor bedrag het gaat. Er kunnen ook redenen zijn zoals het eigen vermogen is te laag. Dat is in deze situatie niet het geval. Dan kan je daarop klikken en kan je dat ook aanpassen. Ik zal even boven, want dat kan je ook hierboven aanpassen bij eigen geld, zou je dat ook kunnen aanpassen. Dus je kan eigen geld toevoegen. Als je financiering en je doet een gedeelte met eigen geld, kan je dat hier vermelden. Herwaardering, herstel, je hebt onroerend goed of iets anders wat meer waard is. Kan dat hier vermelden. Of als je een eigen lening in het bedrijf hebt zitten van een gerelateerd bedrijf of van de DGA, dan kan je die ook achtergesteld maken. En zo wordt dan het eigen vermogen sterker. En maak je weer een grotere kans op financiering. Nou, als je hier klaar bent, dan kan je naar de volgende pagina. Wij maken altijd een prognose. Deze prognose is gebaseerd op een trend die wij zien, een trendanalyse en seizoenen. En we kijken ook naar de debiteurendagen, crediteurendagen en dan trekken we deze door. Deze prognose kan je gewoon verwijderen en je eigen prognose uploaden. Als je die al zelf hebt gemaakt, dan wordt deze prognose niet meer zichtbaar. Je kan deze prognose ook aanpassen. Gewoon hier de cijfers invoeren en aanpassen. Of de prognose ook
aanhouden. Wat belangrijk is, is het blijft een trendanalyse. Wij kunnen natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Dus hoe stabieler de situatie, hoe beter de trend. Maar bijvoorbeeld bij dit bedrijf, ja, we hebben maar een jaar data. En het was ook voornamelijk, het is niet een volledige administratie, waardoor eigenlijk deze prognose niet een juist beeld geeft van de werkelijkheid. Je kan het trouwens ook hier weer op maandbasis bekijken. Verlies en winst, de balans en ook weer de cashflow om te zien hoe het gaat. Je kan hier wat toelichting geven. Er zijn op meerdere plekken waar je een toelichting kan geven. Naarmate ook het risico hoger is, hoe meer toelichting je moet geven waarom iets wel gefinancierd moet worden. Ga je vanuit hier naar de volgende pagina. Nou, en hier hebben we dan de observatiepagina. En dat kunnen wel meer dan 40 zijn of geen één of een paar. Het kan zijn dat je debiteurendagen te hoog zijn, daar kan je dan een toelichting over geven. Of het systeem signaleert dat er misschien een achterstand is bij de Belastingdienst. Maar dat zijn dingen die de bank ook kan signaleren. Of dat een klantafhankelijkheid te groot is, nou, dan kan je daar een toelichting op geven. Maar ook iets als een sterke omzetgroei, iets waar een financier ook naar kijkt. Bedrijven die te hard groeien, verwacht men vaak dat de organisatie niet even hard meegroeit. Dan kan je dat ook even toelichten waarom dat bij jullie niet het geval is of wat jullie eraan doen om dat risico te minimaliseren. Je mag een toelichting geven, niks moet. Ga je naar de volgende pagina. Hier zie je eigenlijk de documenten die dan nog nodig zijn. Ook hier, deze documenten mag je uploaden, maar het moet niet. Nou, omdat we nu veel financiers hebben uitgekozen, is er ook veel informatie nodig. Die kan je ook gewoon uploaden en meesturen. Maar zoals ik al aangaf, dat hoeft niet. Dan kom je eigenlijk nu op de laatste pagina. Dan kan je even controleren, is dit juist en volledig? Je kan even hier een naam toevoegen, wie benaderd moet worden. Even belangrijk, als je als accountant of boekhouder dit doet voor je klant en jij wil benaderd worden, vul dan hier jouw gegevens in. Wil je dat de ondernemer benaderd wordt, vul dan zijn gegevens in. Alle financiers benaderen de partij die hier vermeld staat, behalve helaas ABN AMRO. Die benadert altijd de ondernemer, dus hou daar rekening mee dat die dan de adviseur, de accountant of de boekhouder overslaat. Nou, hier zie je naar welke partij het verstuurd wordt. Je kan nog even kijken naar de KPI's, de ratings, alle benodigde informatie. Klopt dit wat ik zie? Ook dit zijn ratings die banken gebruiken. Wij geven ook een toelichting wat dit inhoudt, dus dat is hieronder. Hier zie je verder interne cijfers. Je ziet hieronder nog financieringslasten, toevoeg eigen vermogen. Dus alle pagina's die we hier voorheen hebben gezien, die kan je hier openen. Nou, hier kan je nog wat toelichting geven als je dat wenst. Hierop vinken, afronden en dan wordt die verstuurd. Het systeem doet altijd nog even een sanity check voordat die wordt doorgestuurd naar de financier. Mocht het systeem iets vreemd zien, dan nemen we altijd eerst contact op met jullie om even te kijken of het klopt wat het systeem ziet. Je kan ook altijd weer terug in de aanvraag. Dan ga je weer gewoon naar de vorige kopjes om dingen aan te passen indien nodig. Je kan ook naar je dashboard. We hebben ook een dashboard waar je het bedrijf kan volgen. Als je zegt, nou, ik ga nog even het bedrijf een paar maanden volgen, we gaan eraan werken. Ook hier zie je dan balans, verlies en winst, cashflow, ook weer op maandbasis en op jaarbasis. Ook hier weer de prognose met de observaties. De aanvragen die je al hebt gemaakt, nou, hier zijn te veel, of in ieder geval drie. De partijen die je hebt uitgenodigd, je kan meerdere partijen uitnodigen als je dat wil. De boekhouder, accountant kan de klant uitnodigen. De klant kan omgekeerd ook de boekhouder of de accountant uitnodigen. Je kan ook een volledig overzicht hebben van al je klanten om te zien of al jouw bedrijven, hoe het gaat met ieder bedrijf. Dat is eigenlijk dan een soort portfolio. En dan zie je ook of het slechter gaat of beter. En dan kan je ook kijken waarom. En dan kan je daar ook actie op ondernemen. Nou, dit is in principe. En vanuit hier kan je trouwens gewoon weer bekijken. En weer een aanvraag starten indien nodig. Kan je gewoon weer bedrag invoeren. En doel.
En dan start je eigenlijk weer een aanvraag. Nou, dat is in principe hoe het werkt. Wat ik al aangaf, er is meer informatie aanwezig gewoon op het platform zelf over financiers, financieringsdoelen, kredietvormen, verschillende artikelen, informatief of andere vormen om te snappen hoe je beter aan financiering kan komen, ook over de verschillende financiers. Nou, als je hier de financiers, wat ik al aangaf, dan kan je wat, als het voor sommige partijen onbekend zijn, kan je daar bijvoorbeeld op klikken. Kan je zien, wat doet deze partij, wat zijn ongeveer de kosten. Je kan deze partij vergelijken met een andere partij, om te zien wat doet deze en wat doet deze, om daarmee een betere keuze te kunnen maken. En dat is eigenlijk hoe wij werken. Het product is gemaakt, een ondernemer zou het kunnen doen. Wij zien vaak dat dit in combinatie gaat met ondernemer en accountant of zijn boekhouder. We denken dat dat de optimale mix is om een ideale financiering te kunnen inschieten. Dit was het eigenlijk, de webinar over Loonsheet. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie altijd ons benaderen op Loonsheet of Snelstart. Die weten ook jullie vragen te beantwoorden. Nou, hartelijk bedankt en dat was het einde.